pro-Palestina-demonstranten vullen Nijmeegse stationshal voor demonstratie. Het is precies een jaar na de grote raketaanval van Hamas. De hele situatie is uitermate pijnlijk voor de inwoners van Israël, voor de Palestijnen, voor de mensen in Libanon. En verder in het nieuws vandaag. Groene Metropoolregio is blij met plannen voor de A15. En koeien zijn weer welkom op het Gutense Lerstemert. Op het NS-station in het centrum van Nijmegen vond maandagavond een zogenoemde sit-in plaats. Ongeveer 150 pro-Palestina-betogers zitten op de grond om aandacht te vragen voor de situatie van de Palestijnen. Het was precies een jaar na de grote raketaanval van Hamas op Israëlisch grondgebied. Het stukje vloer voor in de stationshal, vlakbij de incheckpoortjes, was het geclaimde plekje. Omstipt 6 uur, tijdens de spits, is de sit-in van start gegaan. Ik doe mee omdat ik vind dat de genocide in Gaza en in Palestina nog steeds aanhoudt. En omdat ik vind dat wij voor gerechtigheid moeten strijden. Ik ben zelf Palestijns en ik sta vooral deze tijd voor de Palestijnse zaak aan, voor het recht van het Palestijnse volk. Wij willen dat al die ellende gewoon stopt. En eindelijk gewoon dat het Palestijnse volk zijn recht op bestaan en zijn recht op vrijheid gewoon verworven mag krijgen. Op veel andere stations vindt deze manifestatie ook plaats. De gemeente Nijmegen staat de actie toe, maar de NS is er niet blij mee. Toch is het volgens de betogers een juiste plek, omdat ze juist op deze plek veel mensen kunnen bereiken. Als het aan mij ligt, hebben wij het hele plein voor het station, maar hier staan wij niet in de weg van niemand. Wij staan vreedzaam, geweldloos, wij houden aan alle regels van demonstratierecht, wij houden aan alle regels van meningsuiting en wij staan voor rechtvaardige zaak. Wij staan niet in de weg van niemand niet. Mensen kunnen doorlopen, wat NS zorgen over maakt aan andere mensen, dat is bullshit. Mensen kunnen aan alle kanten doorlopen. Wij hebben een rustige plek gekozen die niet in de weg van niemand staat. Een van de passanten geeft dan ook aan weinig last te hebben van de sit-in. Nee, ik vind het eigenlijk wel prima. Ja, als er geen hele bombarie omheen zit en ook geen agressieve bedoelingen of iets, dan dat zie je ook soms bij demonstraties. Maar hier heb ik eigenlijk helemaal geen last van gehad. Ik heb wel even omgekeken en ik zag dan de Palestijnse vlag en dan... Ik vind de plek prima. Volgens mij is de overlast vrij klein en er kunnen veel mensen iets van zien van die demonstratie. Dus ik vind het wel prima. Nee, volgens mij wordt er wel op gelet. Af en toe werd er ook een beetje ingedikt, zodat de reizigers er langs kunnen. Je wordt er wel mee geconfronteerd. Ik snap dat dat soms pijnlijk kan zijn. Maar ja, de hele situatie is uitermate pijnlijk. Voor de inwoners van Israël, voor de Palestijnen, voor de mensen in Libanon. Een aantal politieke partijen heeft aangegeven de datum 7 oktober ongepast te vinden voor een demonstratie. Maar deze is juist bewust gekozen. Omdat het vandaag een hele gatsiderie en een hele jaar genocide is en dat mag een keertje stoppen. Vandaag is het begonnen, maar allang aan de gang. Vorige week is besloten dat de snelweg A15 wordt doorgetrokken tot de A12. Dit moet de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen bevorderen. De Groene Metropoolregio is dan ook erg blij met dit besluit. Betere verbindingen bevorderen straks ook de aantrekkelijkheid van dit gebied om er bijvoorbeeld te wonen. Toch weten veel mensen nog niet precies wat de Groene Metropoolregio nu eigenlijk is. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten. Voor de GMR is mobiliteit een van hun kernpunten en daar hoort het doortrekken van de snelweg A15 bijvoorbeeld ook bij. Voorzitter Hubert Bruls vertelt dat dit hoog bij hen in het vaandel staat. Wij richten ons heel erg op alle ruimtelijke opgaven en de economische opgaven, als ik het zo mag uitdrukken. Dus woningbouw is cruciaal, maar ook verbindingen. We hebben het nu over een weg, maar het gaat natuurlijk heel erg over openbaar vervoer, fietsverbindingen. Ja, en iedereen snapt, het heeft niet zo heel veel zin om een fietspad of een weg aan te leggen wat bij de gemeentegrens op. Dat moet je regionaal doen. Zonder mobiliteit kunnen wij niet al die nieuwe woningen of vernieuwing van bedrijventerreinen doen, want dan staat het gewoon stil. Dat is echt met elkaar verbonden. En omgekeerd, we gaan natuurlijk ook geen openbaar vervoer en wegen aanleggen als er niet iemand wil komen wonen of kan gaan werken. Dus die dingen hangen heel sterk samen.
Voorzitter Bruls ziet het doortrekken van de snelweg als enige mogelijkheid om de doorstroming van het verkeer op te lossen. Ik denk dat het belang van verkeer wat niet vast blijft staan, want dat is onherroepelijk het gevolg als je de A15 niet zou gaan doen. En dan kunnen wij allemaal vinden dat mensen niet in die auto moeten gaan stappen. Maar als ze niet in die auto stappen, moeten ze in de trein stappen. En daar is het ook al hartstikke druk. Je moet ook de doorstroming van het aanwezige autoverkeer mogelijk maken. Want anders staat iedereen, om een beeld te geven, niet alleen op de A12 vast, maar ook op de pleigroute, maar ook op het stuk de A325 tussen Nijmegen en Arnhem. En dan zal het in Nijmegen ook gaan vastlopen. Dus het heeft een enorme consequentie, hebben we al laten doorrekenen, als die er niet zou komen, die A15. De groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil negatieve impact voor omwonenden van de A15 zo minimaal mogelijk maken. Toch klinken er vanuit de omgeving voorzichtige, positieve geluiden, zoals in Elst. Nou ja, ik woon zelf in Valburg, dus ik hou ervan als ons dorp behouden blijft. Maar ja, aan de andere kant is de efficiëntie van verkeer ook belangrijk. Dus ik sta er een beetje met twee benen in, zeg maar. Ik denk dat het goed is voor het verkeer en misschien minder goed voor het milieu. Tenminste, rond die buurt. Ja, het milieu is natuurlijk altijd een zwaar punt, zou ik maar zeggen. Alleen je moet ook denken aan het verkeer. En file voorkom je toch niet. Dan is het eerder dat mensen efficiënt in moeten delen door samen inderdaad te gaan carpoolen of thuis te werken, indien mogelijk. Je moet je voorstellen, er zijn nu mensen, daar moeten we ook over hebben, die er al vaak jarenlang, decennia lang wonen in het dorp. En er komt nu een snelweg doorheen. Nou, dat betekent wat. Het blijft natuurlijk een snelweg, hoe je het bent of keert. Maar nogmaals, als je het niet doet, staan die auto's ook voor jou voor de deur. Dan is het ook niet leuk. Een grote stroomstoring trof Nijmegen-Noord afgelopen maandagmiddag. Bijna 4 uur zat het stadsdeel geheel zonder stroom, met alle gevolgen van dien. Scholen konden lessen niet door laten gaan, op de weg was het chaos door niet werkende verkeerslichten en supermarkten moesten de deuren sluiten en veel vers voedsel weggooien. Ook Hornbach en Bioscoop Pathé sloten hun deuren. De storing bleek te zijn veroorzaakt toen aan het begin van de middag een voedingskabel zou zijn geraakt door een graafmachine. Dat de omvang van de storing zo groot was, heeft waarschijnlijk te maken met het falen van een veiligheidsmechanisme, waardoor een kettingreactie is ontstaan. Dat meldt netbeheerder Leander in Dagblad de Gelderlander. Hij bond een vrouw vast op haar bed, plakte haar mond strak af met tape en probeerde seks met haar te hebben. Toch is er onvoldoende bewijs voor verkrachting, oordeelde vandaag de rechtbank in Arnhem. Omdat de man spullen uit het huis van het slachtoffer meenam en haar mond afplakte, krijgt hij wel een half jaar celstraf wegens diefstal met geweld. De verkrachting zou zijn gebeurd op 28 januari in Wijchen. De man beweert dat hij en de vrouw een seksdate hadden, waarbij hij haar in haar huis vastbond op bed. Toen het door alcohol en drugsgebruik niet lukte om seks te hebben, besloot hij om haar te beroven en plakte hij ook haar mond strak af met duct tape. Hij nam onder andere een televisie, een sleutelbos en de telefoon van de vrouw mee. De Lestemert en Druten gaat volgende maand gewoon door met koeien. Volgens geraadpleegde dierenartsen en de organisatie achter de Lestemert is dit weer verantwoord. Afgelopen jaar waren koeien niet welkom op de eeuwenoude markt, omdat het blauwtongvirus toen volop rondging. Het virus is momenteel nog niet weg, maar wel minder aanwezig dan een jaar geleden. De Lestemert vindt jaarlijks plaats op de eerste donderdag na Allerzielen, dat dit jaar op 7 november is. Oorspronkelijk had Druten 3 jaar markten en was deze markt de laatste mogelijkheid voor veehouders om hun dieren nog voor de winter van de hand te doen. Naast dierenhandel is er ook een markt met agrarische producten, een feestent en wordt bepaald welke koe de beste van het jaar is. Het Europaplein in Elst staat aanstaande zaterdag weer in het teken van veiligheid. Van 11 tot 3:30 vindt daar het Veiligheidsplein weer plaats. Verschillende hulpdiensten presenteren zich daar. Zo zijn er demonstraties van de brandweer, kun je ervaren hoe het is om met drank achter het stuur te zitten en leer je wat je moet doen bij een verdachte situatie. Het was één van de belangrijkste families in het middeleeuwse Nijmegen, de gebroeders van Limburg. Hun voormalige woning aan de Burgstraat is dan ook al 5 jaar lang een museum voor het werk van de kunstenaarsfamilie. Toch zou dit de familie Maalwaal tekort doen, van wie de woning eigenlijk eigendom was. Tijd dus voor een naamsverandering. Vanaf nu heet het museum het Maalwaal van Limburg Huis. Het kunstmuseum van de gebroeders van Limburg heeft voor de 2e keer zijn naam veranderd.
Met de nieuwe naam wil het museum de familie Maalwel vereren, die een grote rol heeft gespeeld in het leven van de gebroeders van Limburg. Het museum zal daarom nu bekend staan onder de naam Maalwel van Limburghuis. Nou, deze hele hoek was van de familie Maalwel van Limburg. Die woonden samen. De Maalwel familie is de moederskant. Metta Maalwel was de moeder van de gebroeders van Limburg. En de hele hoek was eigendom van hun opa, Willem Maalwel. Dus ja, Maalwel hoort erbij. Daarbij komt dat die hele schildersfamilie meer Maalwel is dan gebroeders van Limburg. Dus vandaar dat wij graag die naam erbij trokken. Dit was hun onroerend goed. De hele hoek. 2025 wordt het jaar van het Maalwel van Limburghuis. Dit naar aanleiding van de onthulling van de meesterwerken van de gebroeders van Limburg in het museum in Chantilly. Daarom zal het museum volgend jaar groots uitpakken met verschillende evenementen en activiteiten. Het lustrum hebben we voor een belangrijk deel uitgesteld naar volgend jaar. 2025 wordt een echt gebroeders van Limburg jaar. En dan willen we een hele hoop gaan doen rondom die gebroeders van Limburg. Er komt een expositie in de Stevenskerk. Er komt waarschijnlijk een video experience ook in de Stevenskerk. We zijn met van allerlei dingen bezig. We hopen ook weer een festival te doen. Scholendagen. Er komt enzovoorts zou ik haast zeggen. Een van de bekende verkleedfestivals in Nijmegen is het Gebroeders van Limburg Festival. Ondanks de naamverandering van het museum is het nog niet duidelijk of het festival ook dezelfde naam zal krijgen. Het Gebroeders van Limburg Festival is iets wat we 18, 19 keer hebben gedaan. Waarschijnlijk zal de volgende editie Maalwel van Limburg Festival heten. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar voor nu kun je genieten van de kunstgeschiedenis van Nijmegen in het Maalwel van Limburghuis. Waar je de kunst van de gebroeders van Limburg van dichtbij kan bewonderen. Nou, mensen die hier op bezoek komen, die kunnen rondleiding krijgen, krijgen een mooie film te zien waarin kort uitgelegd wordt waarom dit zo'n bijzondere plek is. Die gaan even mee dit verhaal in. En dit is niet alleen interessant voor mensen die van kunstgeschiedenis houden, maar gewoon ook van de geschiedenis van Nijmegen. Het heeft heel veel te maken met de geschiedenis van deze straat en deze stad. En dit zijn de eerste schilders die wij van naam en werk kennen in heel Nederland. Dit is 200 jaar voor Rembrandt en voor Vermeer. Niks mis met die schilders, maar deze komen er wel eerst. En ja, dat maakt het wel mooi. Oudste stad van Nederland, eerste schilders van Nederland. Logisch toch? Goed nieuws. De ex-orkaan Kirk, waarvan we morgen de restanten zouden ondervinden in de vorm van veel wind en regen, die gaat als het goed is net aan ons voorbij. Toch houden we het niet helemaal droog en zal het woensdagmiddag vooral langdurig gaan regenen. Alleen dat is minder hard dan eerder verwacht. Het wordt maximaal 16 graden. De dagen erna keert het rustige najaarsweer terug. De dagen verlopen nagenoeg droog en de zon is veel aanwezig. De temperatuur blijft steken rond de 14 graden en de wind neemt langzaam af in kracht. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 8 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen!